Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op het Kruip Corp -Signaal. Ik ben net terug van een hockey toernooi slash feestachtig iets. En eh, ik ben nu net thuis een dagje. We gaan morgen weer weg. Het is vandaag maandag. Ik weet niet eens of deze, wordt, deze video vandaag wordt opgeloot. Maar in ieder geval, we gaan dus bijna weg. En eh, wacht, ik doe even het licht eh, wat verder. En dus, zoals jullie waarschijnlijk al zien... Zie ik er niet helemaal uh, wakker uit? Ik ben nog best wel moe. Het is nu wel gewoon half drie. Ik ga toch deze video even maken, want, want ik wil deze tournament chest gaan openmaken. En ik wil naar level 10 gaan. Ook ga ik proberen om zoveel mogelijk video's te gaan uploaden. Te, te gaan uploaden als ik daar ben. En eh, ik moet even kijken. Ik probeer om de dag een video. Waarschijnlijk gaat dat niet helemaal lukken. moet nog even kijken. Ik weet trouwens ook nog niet of ik ga vloggen. Moet ik ook nog even kijken. Laat er vast een like achter. En we gaan gewoon deze Tournament chest openmaken. Ik heb dus de laatste tijd niet veel gespeeld. Dus ik zit qua cups enorm laag. Maar daar gaan we verandering brengen. We gaan deze aflevering lekker een paar keer aanvallen. En we gaan ook op vakantie ga ik ook gewoon nog een paar keer aanvallen. Zodat ik in ieder geval het eind van het seizoen. Aardig wat cups heb. Dit is trouwens een chest van, als het goed is, 550 kaarten. Niet zo heel erg veel. Het laatste potje verloor ik helaas, waardoor ik heel wat zakte. Alleen, eh, het zijn toch wel wat. Het is niet niks. Het zijn 10 kaarten. We gaan kijken of we iets chills eruit kunnen krijgen. wat Barbarians, nice. Ik hoop op een Legendary. Ik verwacht hem niet. En als ik een Legendary zou krijgen, zou ik heel graag de lock willen. Want die is kennelijk heel erg goed. Um, mensen spelen er trouwens mee. En die schijnt dus beter dan verwacht. Uh, Barbarians. Ice Spirit is oké. Okay. Ey, een Rage. Nice, die wil ik niet. een Rage. Um, hoeveel epics staat er in voor mij? 14. Dus als we dat gehad hebben, weten we dat er een uh, Legendary aan gaat komen. Uh, wizard gebruik ik niet. Babydraak gebruik ik ook niet, maar wel chill natuurlijk. Mirror gebruik ik helemaal niet. Of vind ik echt een van de ergste epics. Wat uh, Skeleton Army, natuurlijk. No Nooit de Skeleton Army vergeten. En eh, wat arrows, jammer. Gebruik ik wel af en toe. Vorige aflevering. Vorige aflevering in een video zei ik nog: uh, ik gebruik geen arrows. Ik vind die slecht. Ik kreeg iets van 800 arrows of zo. En toen. Um... Uh, toen daarna maakte ik een deck met arrows erin. Dat is al een beetje dubbel op. Um, even kijken. Nee, volgens mij nee, we hebben we nog lang geen 13 epics gehad. Helaas geen legendary dus. Valkyrie gebruik ik ook niet. Alsjeblieft een uh, bruikbare epic even denken. Goblin barrel zou chill zijn. Ballon zou chill zijn. Ik denk boder. Fries? Oh, oké. Okay. Fries spel. Nou, oké. Okay. Als ik even kijk. Nog vier Fries spel en ik heb die level 5. Die gebruik ik nou echt wel helemaal al helemaal nooit. Dus ik veel minder goed. Ehm... Um, ik ga even kijken welk deck we willen gaan doen. Want we worden dus level 10 deze aflevering. Wat wil ik gaan upgraden? Ik denk dat ik gewoon mijn miner ga upgraden. Alhoewel dit deck echt enorm lekker speelt. Nee, ik ga het niet in mijn miner doen. Ik ga eerst mijn uh, goblins of niet. Wauw, dit is lastig. Ik doe mijn goblins. Die zitten in bijna elk deck, zoals jullie kunnen zien. Dus ik ga mijn goblins naar level 11 doen. Dan gaan we met de deck spelen. En uh, ja, let's go, gewoon goblins naar level 11. En dan zijn we level 10. 3, 2, 1, 20.000 is enorm veel. Maar goblins level 11, Maar alweer eerst te komen naar level 11. Plus 18 hitpoints, plus 11 damage per second, plus 12 damage. Boom, en dan gaan die XP die vliegen naar de linkerbovenhoek. En dan laat je rustig, rustig, rustig level 10. King toren, plus 384 helft. Damage plus 8, arena towers plus 52, damage plus uh, 9. En dan gaan we gelijk ook met dit deck spelen, want zoals ik net al zei, vind ik dit deck erg leuk. En uh, jullie vinden het waarschijnlijk irritant dat ik niet andere dingen ga uppen. Uh, weet je wat, we doen ook de Spark hier gewoon gelijk. Als, als we nu toch bezig zijn, up we ook gewoon even gelijk. De Spark in een level 2. Wel hou ik nog eventjes die zap achterhand. Want dat kost weer 20k. Ik moet even kijken wat ik liever wil. Er zijn nog heel wat andere dingen dat ik kan uppen. Maar in ieder geval, we gaan hier nu mee spelen. Bijna allemaal Legendaries level 2. In ieder geval mijn Sparky is level 2. Princess en Ice Wizard. Miner ook. Maar we gaan gewoon een potje doen. We zitten erg laag voor ons doen. Dus uh, waarschijnlijk kunnen we dit gewoon winnen. We komen tegen Swords in level 10. En deze zit in de clan G Zap. En uh, het handige met een deck is een beetje dat je begrip natuurlijk met elixir pompen. Je blijft pompen. Je incasseert een beetje wat damage. En dan uh, uiteindelijk ga je counter pushen, met je sparky. Oh nee, dit is echt erg vervelend. Het is echt een van de ergste dingen waar ik tegen had kunnen komen uh, met dit deck wat. Oh, zep even... Oh ja, we hebben nu natuurlijk level 11 goblins. Die nemen één hit meer van een ice wizard. En uh, we hebben wat damage geïncasseerd. Alhoewel we natuurlijk wel een elixir pop neer hebben. En dat is waar het allemaal om draait. Ehm... Um, ik ga denk ik even de ice achterin en wil ik nog even één elixirpomp neer. Je kan ook bij best met één elixirpomp zelf gaan dat je maar eentje hebt. En dan gaan pushen, maar dan moet het wel dubbel elixir zijn. Um, elixir collector in de hoek hier. En dan waarschijnlijk komt hij heel gauw weer met zijn uh, Royal G. En dan kan ik niet echt lekker verdedigen. Ik heb natuurlijk geen defense. Ik heb niet echt sterke troepen zoals bijvoorbeeld barbaren. Ehm um, Oh, nee, hij heeft ook een Sparky. Oké, okay, dan gaan we ook een Sparky. Dan gaan we ook Sparky. Sparky tegen Sparky. Hard tegen hard. Enige voordeel hebben wij natuurlijk dat wij twee elixiepompen neer hebben. En hebben en hij nul. Um, ja, oké. Okay, dit is even heel irritant. Uh, hoe doen we dit? Eerst zeppen we dit. Dat is het beste, denk ik. Zo. Dan gaan we dit doen. Dan pakken we wat goblins. Ik vind het prima als zijn Sparky op mijn goblins gericht is. Zo. En dan gaat een reus door. Kom op, mooi, dit gaat helemaal nice En dan, oh, jammer, ik heb net te weinig elixir Voor de lumberjack, voor de reus te pompen Dus dat doen we pas later We gaan eerst met dit pushje, uh, proberen Iets neer te zetten, die sparky gaat laden, toch Die sparky gaat zeker laden, nice uh, gaan we doorpompen uh, Of kunnen we nu al drie kruinen Ik uh, denk het niet, ik ga nog even voor de zekerheid Doorpompen, we laten dit gaan Misschien hadden we hem kunnen drie kruinen al, maar dat doen we zo wel Kijk eens aan, is hij, heeft hij al gestopt Volgens mij heeft hij al, nee, heeft hij nog niet gestopt, oké okay. Doe de een sparky achterin en gaan we gaan ons nu opmaken voor de drie kruin. Spark erin. Die wordt geladen. Volgens mij heeft hij geen Zep-spel. Dat is, is erg jammer voor hem. Zep is natuurlijk erg goed tegen Spark. We doen even een wizard erachter. Zo, mooi. En dan een Reus hier. En dan een Prinses daar. En dan nog een Lumberjack voor de Reus. En uh, nu. Zo, Lumberjack, rennen maar, rennen, rennen. Lumberjack doet trouwens veel meer damage dan ik van tevoren had verwacht. Ik heb het natuurlijk ook al wel meegespeeld, dus ik weet het nu. Maar hij doet echt enorm veel damage. Kijk, daar is de rage spel. Reus erin. Bijna de spark. Oh, hij heeft wel een zepspel. Dat hij de hele tijd niet gebruikt. Twee sparkers in de rage spel. Mooi. Ga af, boys. Nice. Gooi nog een reus maar het is allemaal niet nodig. Wat een overrompeling was dat. Met dit deck. En dat bedoel ik. Dat is het leuke aan dit deck. Op het begin incasseerden we wat damage. Want we natuurlijk eh, nog maar 1000 hadden op onze toren. Maar daarna gingen we er vol doorheen. Plus 32 nice. En we kunnen de kroontjes openmaken. Dat is lang geleden. Dat is echt een paar dagen geleden. Sinds ik een kroontjes heb geopengemaakt. Dat is natuurlijk op dat uh, faceless toernooi niet echt heb uh, gespeeld. Uh, wat gold, wat jammies, mooi. Wat ijspiritjes, nice. En dit. En helaas geen epic, maar wel wat rares. En het zijn 8 musketiers. Oké, okay, mooi. Dan gaan we door. Ik vind het prima. Natuurlijk weer die crowntjes vrij. We gaan, gaan lekker spelen. Uh, tegen level 10. Hé, hey, dat vind ik echt raar. Hè? Ik wou zeggen, maakt niet heel veel uit. Wij zijn level 9. Maar nee, we zijn natuurlijk ook al level 10. Wauw, dat is toch wel. Ik heb er niet eens op gelet. Het is toch wel echt iets anders. Dat is echt wat anders. Natuurlijk ook veel meer helft van onze torens. En die doen ook meer damage. Dus het helpt enorm. Um, dit is even jammer. Um, ik ga dit even doen. Ik, ik heb zo'n push nog nooit gedaan. Zeker niet zonder elixirpomp neer. Maar we hadden dus geen elixirpomp. Laten we die de Lumberjack een beetje uh, doodgaan, eigenlijk. Choppen. Zo, Lumberjack is dood. En die reus die gaat rage. Alleen, die rage zie je nu niet zo lekker. Omdat die poison spell hem weer vertraagt. Maar die is bijna weg, denk ik. Oh, kom op, doe een hit. Doe in ieder geval een hit. Mooi. In ieder geval één hit. Nou, dat is niet zo heel goed. Uh, Sparky, we kunnen niks anders. Ik had liever willen pompen. Oh, uh, nee, hij heeft sowieso sap. Hij heeft sowieso sap. Ja, ja, let op. Let op, ja. Oké. Okay. Um, we zeppen dit. Zo. Nu hoop ik dat die Sparky het kan overleven. Dat zou heel veel schelen. Sparky kan het niet overleven. En we nemen nu heel wat damage. En hij heeft een elixirpomp en wij niet. Dus we staan nu echt enorm veel achter. zijn tweede pomp. ik weet het. Ik had geen tien elixir, maar ik moet mee gaan pompen. Anders uh, gaan we er zo, straks zo heel hard aan. Ehm... Um... Dat was dus geen lekkere push met die lumberjack en reus. Oh, en dan kan hij dat doen. Wat dom van mij. Hij activeert wel mijn kroontoren daarmee. Ik weet niet of dat heel erg slim was. Volgens mij kan je die Poison's bow ook neerzetten dat hij niet mijn kroontoren activeert. In ieder geval, ehm. Um, Prins is achterin. We moeten nu de kant waarvan zijn damage op mijn toren het meest is. Daarvan of die kant moeten we altijd ingaan. Ehm. Um, Sparky zo. Ik weet niet wat hij met die musketier wil. Uh, Oké. Okay. Ja, dit is trifecta. Dit is de trifecta. Ehm. Um, ik ga even die goblins op. Uh, die musketier een beetje doen. Hij zit natuurlijk op level 11. Dat is natuurlijk een stuk beter nu. En oh, dan gaat hij dat poison spellen. Ik weet niet of deze gast zo goed vindt. Zijn dingen wat hij doet. Is niet echt heel lekker. Want hij zet mijn Sparky. Terwijl. Um... Oh, net niet. Terwijl, uh, hoe heet het? Die uh, helemaal niet zo. Uh... Wat wil ik nou zeggen? Hij zet een Sparky terwijl hij nog niet gevaarlijk was. Um, dit gaan we gewoon laten gaan, denk ik. En dan gaan we één push neerzetten nu. En dan moeten we die wel mee gaan pakken. Dan moeten we daar iets mee kunnen doen. Anders uh, zijn we best wel GG. Um, Sparky zo. We hebben nog 47 seconden. Hij gaat nu pompen. Ik weet niet of dat weer handig van hem is. Kan een beetje op defense gespeeld. Hij gaat ook richting de drie kruiden. Dat is voor het lachen. Uh, Giant. Oké. Okay. Dan doen we. Uh, Ice Wizard, dat is even irritant dat alles nu door de poison gaat. Doen we de lumberjacker voor? Doe ik nu een hoge prinses? Die is dus natuurlijk nu niet door de poison. We hebben nog 30 seconden. We hebben nog maar 30 seconden. De de rageball is down. Hij zapt dit heel handig. Oh, nee. dan komt hij heel mooi met die verschrikkelijke Valkyrie. En weer een poison spel. Hij zit echt alleen maar spels op onze drop. En dan gaat hij hem voor hem doen. Dit was niet zo lekker gespeeld. Het was ook wel irritant om tegen zo iemand te gaan. Die alleen maar eh, poison spel, eh, zep spel en dat soort dingetjes kan doen. Nou ja, laat maar zitten. Zappen we dit door met zijn smerige hokwaarden. We gaan hem niet laten drie kruinen. Nee, dat was weer een slechtere zap. Oké, okay, mooi. Uh, Goblin is erop, helaas verloren Laatste potje, gaan we wel gewoon winnen um, Ja, we hadden weinig kans tegen deze boy Ik ga even kijken wat zijn record is We hadden echt weinig kans um, 65, oké okay. Zijne, oh, nou toch Diegene die weer drie kaarten had, had gewoon een redelijk hoog record en uh, we gaan kijken of we deze wel kunnen binnen We komen tegen een level 10. 32,87 is wat minder dan wij hebben. En uh, dit vind ik een lekker starting deck. Ik denk dat ik begin met een prinses. Ja, denk ik wel. Ja, oké, okay, prinses. Oké, okay, mooi. We gaan even kijken wat deze boy gaat doen. Ehm... Um, Oeh, dat is echt heel vervelend. Wauw. Dat is echt het meest erg wat ik had kunnen hebben. Dat is echt het ergste. We hebben niks tegen R. Echt helemaal niks. Wauw, ehm... Um... Ja. Eh, uh, ja. Uh, ik weet het even, even niet hoor. We hebben alleen de ice visit. Ik ben er Wauw. Eh, uh, even denken. Wat kunnen we hier tegen doen? Ik denk even snel naar sparky switch. Voor die bebaren. Maar nee, dit gaan we heel dik verliezen denk ik. Hier kunnen we weinig tegen doen. Het is precies het counterdeck van ons. Alsjeblieft, zet me sparky niet. Oh, alsjeblieft, zet me sparky niet. Zet me sparky niet. Nee. Oké. Okay. Maar die toren is heen. <laughs> ik vind die lava pups die doen veel te veel damage. Kijk dan. Kijk dan. Dit gaat nergens over. Die lava pups doen veel te veel damage. En oh, nee, nee. nee oh die verschrikkelijke... Prinses pak. Nee dit, nee, dit ga ik gewoon laten gaan. Dit heeft geen enkel zin. Hij heeft ook nog eens een draak. Nee, oké. Okay, we weten het counterdeck. We weten een vol counterdeck voor dit deck. En dat is... Het... Oh, dit valt trouwens heel erg mee. Huh? Ik dacht dat het veel meer damage zou doen. In ieder geval. We weten het counterdeck voor dit deck. En dat is dus heel duidelijk een airdeck. Misschien hebben we nog kans. Hij gooit dus een... Ice ik weet niet of dat heel handig is van hem. Um, dit is wel even nice. Even nog een redelijke push halen. Wauw, we pakken bijna de hele toren. Weet je wat, ik ga nog niet opgeven. We gaan gewoon lekker nog door. Uh, Goblin is level 11 natuurlijk, mooi. En dan doen we even een um, Ice visit voor die, uh, hoe heet ze weer? De Barbs. En als hij nog een Lava Hound gaat uh, gooien, dan is het wel een beetje GG. Um, uh, uh, um, prinses hier zo alsjeblieft. Draak, oh, dat was heel slecht van mij zeg. En dan gooit hij nu zijn... Uh, Vuurbal, ik weet niet of dat heel handig is. Um, reus, we gooien één reus toch naar die kant. Heb we in ieder geval die toren? Bijna zeker. Kan die denk ik, onmogelijk stoppen? Toch, of niet? Ja, ik kan bewaren gooien, maar dat heeft niet veel zin voor hem. Mm. Wacht eens even. Ik gooi een Sparky. Ik gooi dit. Ik gooi Ice Wizard. Ik gooi zap. En we gaan die Sparky helemaal naar de toren leiden. Als we die minus kunnen afstoppen, dat kunnen we. Wauw, dat is een onverwachte drie-crown. Of toch... Ja, dat is zeker een onverwachte drie keer, Want We gaan hem pakken. Het enige nadeel wat we nog kunnen hebben... Is dat dat gaat komen. Die grote vriend. En nu moeten we snel gaan. Nu moeten we snel gaan. We gaan niks op die lava hout zetten. Want als die lava hout ontploft... Gaat die heel veel damage doen. Nou, in ieder geval hij niet. Maar die fire, spirit, fire spirits. Die lava pups gaan enorm veel damage doen. En dan winnen we dit potje nooit. Die reus moet er doorheen komen. Die komt er niet doorheen. We laten die lava hout heel rustig zijn gang gaan daar. En dan moeten we heel gauw nog een... Um... Nee 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 prinses ga heel gauw weg van die laafhout. Ga heel veel weg. Oké, okay, die laafhout gaat al explo exploderen. We moeten nu gaan. Oké, okay, we kunnen toch nog tegenhouden dat had ik niet verwacht. En dan moeten we heel gauw die reus. Gaan droppen daar. Reus richting zijn toren. Hij gooit een vuurbal. Oké, okay. dit moeten we zeppen. Nee, nee 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 nee. nee. Het was zo so close. Had ik dit beter kunnen uitspelen misschien toch de laafhout kunnen verdedigen. Nee, dat was zo so close. Dikke voice crack volgens mij net ook. Nou, ja, dat is niet zo gekord. Dat was niet goed gespeeld, jammer. Maar in ieder geval, ik ben dus level eh, 10. We hebben een chest geopend die niet al te goed was. En eh, geef bij de video af te sluiten. als je het leuk vond. Laat een like achter. En ik zie jullie allemaal in de volgende video. Tot dan, mensen. Yeah. <middels>